Ik ga nu een potje spelen op een remake. Wat ik denk van Terminal en Vertigo bij elkaar. Kijk deze video aan, dan leg ik uit waarom ik dat denk. Dus vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Help mij enorm en laten we nu naar de video gaan. Oké, we spelen dus nu op de map die me op twee mappen doet denken. Namelijk de map, ik weet niet meer precies hoe het heet, van Black Ops 2. Vertigo, dat was ook een DLC map. En deze map doet me ook denken aan Terminal. Terminal zit natuurlijk uit, komt natuurlijk uit MW3. En Vertigo komt uit Black Ops 2. Waarom het daar doet aan denken is aan de kleur en het, de hoogtijd van de map. En waarom het nog meer me eraan doet denken is de kleur. En als je hier kijkt naar dit stuk daar zo, waar de Harpoon op dit moment zit, lijkt dit heel erg op Terminal van Modern Warfare 3 natuurlijk. Dit stuk hier. Dan zat er bij MW3 daar de poortjes. Nou, er zit daar ook wel iets. Hier zat dan de gate in ieder geval. Dat je naar het andere stuk van het restaurant kwam en alles. En dan had je, even kijken, hier die trap naar beneden. Er zit hier ook een trap. Naar de vertrekhal. Dus het lijkt er heel erg op. Het is niet precies zo. Maar de eerste keer dat ik deze map speelde, dat is nu dus. Of ik speelde natuurlijk al nu voor de opname. En hiervoor speelde ik er een potje op. Omdat ik toen nog bezig was met het video te laten verwerken van Elgato. Heel lastig om uit te leggen allemaal. Maar het is voor mij doen vind ik dit best wel chill op map. Dit is de tweede keer dat ik het nu op speel. Ik heb hem nog niet op knockout gespeeld. En die wil ik ook wel heel eventjes krijgen heel graag. Dus hopelijk na deze opname dat ik knockout kan gaan spelen. Het team zit er mooi op de hardpoint. Zoals je ook ziet ben ik even van wapen gespeeld. Ik speel nu met de CUDA. En van specialist geswitcht. Ik heb nu de kinetic armor aanstaan. Die had ik net ook nog niet aanstaan. De streaks heb ik ook zo, ik kon niet aan mijn woorden. De streaks heb ik ook eventjes aangepast. Namelijk de UAV, de Lightning Strike en de Raid. En ik ga dood. Shit! Ik wou even zeggen, laten we die gaan halen. Ik denk, nou, laat ik dat maar niet zeggen. Had ik beter ook niet kunnen zeggen, want ik ben alsnog dood gegaan. Maar, is goed. Oké, ik ga... Holy shit. Ik wil niet zeggen, ik ga die walren... Hoe! Oeh, jij bent eventjes, ja, hoe zeg je dat lief? Gerekt? Oh, nu word ik gerekt. Shit. GG team, oh. Het zijn 14-4 op dit moment. Redelijk voor de tweede keer op deze map. Maar ja, laat even weten in de comments welke map vinden jullie op dit moment, dus nu, als je al hebt gespeeld, hè, de beste DLC map. Ik vind op dit moment Rift en Spire het chillst. Maar dat kan nog veranderen als ik knockout heb gespeeld. En dat heb ik nog niet. Dus knockout, let it be good. Het kan ook net zo goed zijn dat ik knockout heel erg vind tegenvallen of zo hoor. Oh, staat al aan de linkerkant. Lol, ik dacht dat mijn teammate zat, dat wel vast had. Oké, hij zit nu in het midden van de map. Zo te zien kan je wel doodhard gespantwerp worden. Kinetic armor voor de win. Kinetic armor voor de win. Kinetic armor voor de win. Nice! Even gewoon hier gay gaan liggen. Oh shit. Oh shit, teammates. Nice. Oh, ik word geript! Fucking hell! Kutjes! Dit is jammer. Ik had bijna mijn streaks door op de hardpoint te zitten en te defenden. Maar dat wil ik niet helemaal helpen. In mijn rug! Oké, teammates, we moeten met meerdere mensen naar binnen, lopen, anders gaat het niet goed komen. Kom op, jongens. Nice, ik heb het gewoon in mijn eentje gedaan, dat kan ook. Gaan ze nog hier komen? Dat niet, maar ze lopen daar wel in ieder geval. Ik heb mijn UAV op dit moment binnen. Kom op. Even kijken of ik mijn lightning er ook even uit kan halen. Nice. En dan word ik neergeknald. Ah, jammer dit. Moest een keer gebeuren, hè. Ja. Sowieso dacht ik gewoon dat hij mij nog even kon knijven. Oh, shit. Jammer dit.
En zoals ik heb gezegd, jammer dit, maar ja, het is ook jammer. Want ik vind het wel een chille map. Dat vind... Ik heb nu al gezien dat dit wel even voor mij een goede map kan zijn. Iedereen natuurlijk andere smaken. Misschien dat jij wel Knockout het best vindt. Maar zoals ik natuurlijk al zei, ik heb Knockout nog niet gespeeld. Dus ik kan er nog niks over zeggen, boys. Oh, en ik stond echt open in het raampje. Dus ik had niet heel veel kans daar zo. Teammate. Teammate, hulp was wel gewaardeerd in ieder geval. Maar goed. Laten we maar niet over de teammates hebben. Teammates hebben een Hellstorm. Nice. Oké, okay, zet dadelijk even mijn kinetic armor in. Mijn hardpoint. Juist. Jammer. Knal me dan neer. Oh mijn god, ik zeg knal me nog neer. En hij knalt me nog neer ook omdat hij in mijn rug komt. Dat had ik dus eventjes niet verwacht. Maar misschien volgende keer Six Sense weer aanzitten, maar ja. Die perk heb ik ook al te lang niet gebruikt. Komt hier 3, 2, 1. In mijn rug. Fuck my life. Ik dacht dat hij in dat gangetje zat, want ik hoorde de voetstappen van die site al. Ze zijn echt doodhard als je geen Dead Silence gebruikt. Omdat het natuurlijk een robot is. Oh mijn god, ik was zo bang dat hij... Woe, hij was AFK gelukkig. Ik was zo bang dat hij rip had, die dude. Daarom schrok ik me even kapot. Maar dat was gelukkig niet zo. Bye bye. Nou, hier zit niemand te campen. Al, Domination is dus altijd in dat ene raampje achter me. En het raampje... Hoe zeg je dat? Ik ga met jou elkaar in. Het raampje waar ik net uitsprong te campen. Oh shit. Ik ben weg hier. Bye. Bye. Oké, zal ik ze challengen? Ik ga het gewoon doen. Nice! Ik heb ze gechallenged. Bam. Zo doe je dat. Nu nog even de hardpoint securen. Nice. Oké, ik ga maar lightning gooien. Kijk of deze map goed is voor een lightning. Dat heb ik nog niet gebruikt. Kom op lightning, doe eens goed. Ja, 1. Mwah. Misschien dat ik eventjes in de map moet kijken waar grote goede openingen zijn voor deze lightning strike. Daar had ik nog niet naar gekeken. Maar ja, logisch. Oh kut, ik had die KN. Dag, wat is er met mijn wapen gebeurd hoor? Oeh. Ik moet geen mensen challengen. Ik kan gewoon niet op lange afstand met een KN challenge. Daar had ik echt een M8 voor moeten hebben. Dus je hebt gewoon dan geen recall. Een M8 op long range is echt geen... geen recall, laten we zeggen. Dus dat is wel iets wat je wil hebben natuurlijk. Nice, we hebben de hardpoint gescoord hiermee. Kom maar. I will help you. Kijk, tekst gewoon eventjes een beetje. Hardpoint is weg hier. Ga liggen door die lijk heen. Dat heeft me echt gezeten. Als ik niet in die lijk had gaan liggen, had ik dit niet overleefd. Kom op, ik wil dit potje wel winnen, teammates. Let's go. Doe je best. Oh, dat is zo'n... Nice, ik heb mijn raid. Oh mijn god, ik heb mijn raid. Thanks, Kinetic Armor. Kinetic Armor heeft me echt heel hard gereden hier zo. 1, 2, 3. Gewoon daar neergooien. Geen enkele kill. Oké, okay, je moet dus geen lightning strike op deze map neer inzetten, denk ik. Ik denk niet dat dat echt verstandig gaat worden. Hopelijk is een raid wel verstandig. Ik ga nu even gewoon voor de objective spelen hoor. Ik wil even dit potje snel afgemaakt hebben. Even de punten pakken. Nou, raid, laat zien wat je kan. Ik heb hier mijn bloed, zweet en tranen gehaald. Dus moet je ook even bloed, zweet en tranen bij de enemies opleveren, vind ik. Dat ze net niet rage quit, weet je. Dat ze net niet positief gaan, maar... Wel gewoon in de lobby blijven. Zulke helden zijn het wel. Ze blijven tenminste wel in de lobby als 9 om 41 gaan en zo. Dus
zei het naar Max Wilton. Ik denk dat je niet Nederlands bent. Maar toppie jongen. Top dat je in het potje blijft. Hij geeft in ieder geval geen fuck over zijn KD. Dat weet ik wel. Ik wil eens weten wat met mijn KD gebeurt. Als ik die score haal. Ik denk dat het niet heel goed gaat. Oké, maar we hebben het potje gewonnen. 57-18 is onze eindscore. Dus mocht je natuurlijk nog genoten hebben van deze map, laat dan je blauw duimpje omhoog achter. Vergeet natuurlijk niet de laatste video over 2 uur te checken. Natuurlijk om 6 uur precies. Dat wordt dan een knockout map. Omdat ik die nog niet heb gehad. Bedankt voor het kijken jongens. Ik zie jullie straks weer. En anders morgen om 3 uur precies bij een nieuwe video jongens. Doei.